Hey, waarom heb je Toon Germans weggestuurd eigenlijk? Niet? Maar jij zit toch in de raad van commissarissen. Ja, ja, maar ze wegsturen, dat is niet gebeurd. Nou, je ja, dus... ja, heb hebt hem een klein duwtje gegeven? Ja. Nee, dat is ook zelf misschien. In de zin van dat hij altijd heeft gezegd: uh, dat zei, zei hij trouwens ook als ik met hem sprak uh, toen ik bij de VVD zat: van, en, en in zijn boeken ook je opvolger, die loopt al rond, die is al ja. geboren. Ja. Dus het is geen enkele reden om die niet al te zoeken. Nee, hij is daar heel reëel in. Ja. Ja. Dus hij heeft altijd gezegd: van een van de grootste taken die je hebt als je ergens een hogere functie hebt, een bestuurder bent, is zorgen voor goede opvolging. Dat is misschien eigenlijk wel de helft van je werk. Heb jij ook gedaan met de VVD? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ik vind van wel. Ja. Uh, en, uh, en de. de en dan is de timing, is dan, als je die gevonden hebt en het lukt... en je kunt je kandidaat uh, 1, 2 en 3, zeg maar, uh, vinden... Dus daar stond Marcel uh, op, op 1, 2 en 3... Mm -hmm. ja, dan, dan is Toon ook zo dat hij zegt... nou, dan is dit het moment en dan gaan we dat netjes uh, doen. Dus maar waarom kan Marcel Rans BSV verder brengen dan Toon Gerbrands? Waarom dan? Waarom? Nou ja, die, dat, is, dat, heeft, dat is niet de vergelijking tussen twee personen. Dat je zegt van iemand... Uh, uh, is beter dan die andere dus we gaan hem vervangen. Nou ja, een bestie... dat zegt Toon Gerbans wel. Zo'n buitenkans kan je niet laten lopen, zegt hij. Ja, maar zo is ook in de opvolging. Je weet dat Toon, het is ja. niet dat hij uh, 2020, 30 is 2025. en dat hij nog 70 jaar uh, zou zitten op nee. die functie. Dus je weet, Toon heeft een lang contract. En dat is ook fijn voor de continuïteit. Dat biedt ook de ruimte om dan. Niet daarop te wachten voordat je een volgende stap zet. Maar die, die brand die wordt nu een beetje heilig verklaard. En dat, was dat een uit... is niet gezond. Nee, dat is niet gezond. Maar het was een uitstekende technisch directeur. Ik heb wel eens van Ted van Leeuwen gehoord. Hij zegt, die scouten veel voor de clubs waar hij zit. Want die moet altijd nog goedkope spelers zoeken. Hij zegt, maar de enige die je overal tegenkomt is Marcel Brans. En waar die anderen zitten, de scouten weet ik niet, maar die zie je nooit. Dus hij is heel ijverig. Maar hij heeft één ding: hij kan totaal niet communiceren. Aan zo'n tafel hier komt er geen verstandig woord uit. Je krijgt nooit een open gesprek. Als die man dadelijk over problemen als ongewenste intimiteiten, racisme, supportersrellen uh, naar buiten moet treden, is hij totaal ongeschikt. Dan krijg je een soort uh, uh, affaire als bij Ajax, waarvan de Saar dat, dat ook niet kan. Maar het is ja. nu wel een perfecte technisch directeur dat je in een achterafkamertje een beleid kunt uitstippelen en uitvoeren. Ja, ik denk dat. Uh, ik vond. Ik, ja, wij begonnen als RVC ook aan het zelf te twijfelen. Omdat echt elke journalist positief over de beslissing schreef. Dus ik was eigenlijk wel blij dat je even vertegenwoordigers uh, gaf. En wij zien het natuurlijk anders. Um, uh, dus ja, dat, dat gaan, we dan, gaan we dan zien. Maar Marcel Brands springt toch niet uit communicatief? Dat is toch. Ik heb je wel eens interviews met hem gezien, toch? Nee, maar ja, nou. ja. Nou, dat houdt toch niet over? Ja, dat is maar net hoe je hoe je de, ja, jullie vinden van niet. Kijk, het is niet Heel ja, heeft een en... beetje verkeerde arrogantie over zich vind ik. Nou, ja, hebben ja. meer mensen last vind dan ik van. Vind ik wel niet. Ja. <laughs> ja, goed, laat ik zo zeggen. Ik heb zelf ook uh, Heb je een spiegel voor je staan? Ja, nee natuurlijk, ja. <laughs>